Twee kandidaten, één openingsbod. Lukt het de hoogste bieder om binnen anderhalve minuut het kaartenhuis te bouwen en een punt te verdienen? Lukt het niet, dan krijgt de ander het punt. De winnaar van het eerste punt mag het openingsbod doen voor de volgende ronde. De eerste kandidaat met twee punten is de winnaar en gaat naar huis met een Holland Casino try-out pakket. Vanavond strijden Richard en Tim tegen elkaar. En Richard, ik heb vernomen dat jij een motto en een bijbehorende tatoeage hebt. Ja, vertel daar eens iets over. Nou, ik zal eerst mijn tatoeage laten zien. Dat is Veni, Vidi, Vici. Dat is gelijk het motto. Dus ik kwam, ik zag en ik overwon. Ik zal mijn vriend niet sparen vandaag. Nou, Tim. Denk jij dat jij Richard aankan, deze strijdlustige kandidaat? We spelen best wel vaak spelletjes tegen elkaar, met elkaar. En ik win wel vaak. Hij verliest namelijk altijd. Tim, jij mag zeggen, kop of munt? Ik ga voor kop. Jij gaat voor kop. Munt. En het is kop. Plaats uw bod. Roept u maar, welk kaartenhuis gaan we bouwen? Ik ga voor 5. Richard. 5. Nou, aan jou de eer, Tim. Ik wil eerst dat jij begint, daarna kan ik er altijd nog overheen. En jouw tijd gaat nu in. Succes, Tim. Maar jij denkt de eerste keer, laten we ja. Tim even bouwen, rustig aan beginnen. Ja, die trillende handjes al. Dus dat wil jij wel even zien en dan denk je zo meteen... Altijd genieten. Maar goed, wie weet gaat het hem goed af ja. En gaat het eerste punt naar Tim. Ja, dan... We houden het nog even spannend. We zien daar trillende handjes. Gaat het nog goed, Tim? Heb je alles onder controle? Nou, thuis ging het echt, kwam ik tot de 22. Geloof jij hem, dat hij tot de 1 of 22 kwam? Ik ben bang van wel, maar ja... Thuis, hè? Dus het thuis is het anders. Verschillen. Thuis zijn er geen camera's. Hij staat. Yes! We hebben een winnaar de eerste ronde. Ja. Tim, het eerste punt gaat naar jou. Welk kaartenhuis denk jij te gaan bouwen? Ik ga voor 2. Voor 2. Dan zeg ik 5. Dan zeg jij 5. Dan zeg ik hoe jij hem nou maar is. Oké. Succes! Je tijd gaat nu in. Oké. Hij trilt. Even ergens in. Nou, je had ook trillende handjes. 2 nieuwe kaarten. Ja, 2 nieuwe kaarten. Maakt niet uit. Ik moet iets de schuld geven, hè? Ik heb goed geoefend, hè? Ja, ik heb goed geoefend. Hebben jullie ook tegen elkaar geoefend? Nee, ik ga niet met hem oefenen. Hij blaast altijd stiekem. Het duurt even voor de eerste 2 staan. Ja, we houden het spannend. Dat is belangrijk. Je trilt lekker. Hè? Ja, het valt tegen. En hier kan hij dan niet tegen, hè? Als hij nou verliest. Nog 10 seconden, nog 10 seconden. Dan komt het goed. Dan komt het goed. Tijd genoeg. Ja, tijd genoeg. En helaas, de tijd is om. De punten voor de tweede ronde. Ga naar Tim. Dat betekent dat wij vanavond een grote winnaar hebben uit Nieuwendijk. Tim, van harte gefeliciteerd, jongen. Ja. Ik ga jou het pakket van Holland Casino overhandigen. Een try-out pakket. Ook voor jou hebben we natuurlijk een prijs. Oh, gelukkig. Hartstikke bedankt voor het meespelen. Ja, dankjewel. Een mooie stok kaarten van het Holland Casino. Dan kan ik gaan oefenen. Vanavond hadden we natuurlijk 2 stoere heren als kandidaat. Maar we zouden natuurlijk ook graag nog wat meer vrouwelijk schoon aan deze tafel willen. Zit jij nou te kijken en denk jij dat je het beter kan? Geef je dan nu op via jaikdoemee@brabantien.nl.